De 100 miljoen van Bitfavo uiteengezet in deze video. Daarnaast gaan we kijken naar een klein stukje Bitcoin nieuws, Shiba Inu nieuws, wat best wel bijzonder is in mijn optiek, en Ripple. Dat is en meer in deze video. Hey toppers, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het kanaal waar ik alles deel over mijn reis in de cryptocurrencies, crypto traden, beleggen, tutorials, reviews, unieke kansen om te gaan pakken in de crypto markten. En om er gewoon voor te zorgen dat ik jou klaarstoom voor de komende jaren die komen gaan. Om ervoor te zorgen dat je nog mooiere trades kan maken, ga ik elke video 20 euro in crypto naar keuze weggeven aan personen die geabonneerd zijn op dit kanaal. Het enige wat je hiervoor dus moet doen, is even abonneren op dit kanaal via de knop hieronder. En daarnaast even een reactie plaatsen dat je geabonneerd bent. En elke video. Maak ik een nieuwe winnaar bekend? Yes, zoals altijd gaan we deze video weer beginnen met de winnaar van de 20 euro in crypto naar keuze. Hoe kan je meedoen? Heb je een intro gezien? Even een reactie plaatsen onder de video en geabonneerd zijn. Elke video wint er één iemand. In deze video is het. Uh, Dinner with Dave met zijn reactie. Het is weer uiterst goed, net als altijd. Dank voor de moeite en een goede uitleg. Stuur me even een mailtje op met de crypto die je wil hebben en je walletadres... en dan krijg je dat van mij opgestuurd. Daarnaast uh, hebben we besloten, ik en mijn team... om iets bijzonders te doen begin van januari... Uh, om jou te helpen met je doelen in 2023. Wat je doelen ook zijn. Misschien heb je nog geen doelen uh, staan. Misschien weet je niet precies wat je moet doen... of misschien heb je wel doelen, maar heb je nog geen gameplan... Uh, ook betreffende crypto natuurlijk. Hoe kan je daar gaan komen? Daarvoor hebben wij sinds e voor het eerst in drie maanden en de eerste keer in 2023 de agendaplekken opengezet, waarbij je dus een gratis strategiegesprek in kan plannen met uh, een van mijn teamleden, waarmee je daarover kan gaan sparren. Zoals je hier in beeld ziet, de agendaplekken gaan best wel hard. Vandaag nog maar twee plekjes open, morgen nog maar vier plekjes open. Uh, dus wil je een gratis strategiegesprek, plan dat in voordat het vol zit. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten van deze video. Goed, en dan eventjes door gaan met Bitfavo. Um, ik heb natuurlijk gehad in de vorige video over die 100 miljoen van de belegger, dat account waar hij dat vandaan haalde. Nou, hij heeft me een DM gestuurd en ik zal je gewoon laten zien wat er uh, in die DM staat. Uh, hey mooie video over Bitfavo, je vroeg even om die 100 mil terug te komen, aangezien je denkt dat ik negatief ben over crypto, zou ik je een andere bron geven dan mij, financieel dagblad, oké. Okay. Ze hebben zelf 70 miljoen gecommuniceerd en hopen belasting van 30 miljoen terug te krijgen. 70 plus 30 is 100 mil. Maar dit is dus uh, een beetje verkeerd gelezen. Want wat Bitfavo dus ook zegt, en dit is gewoon hoor en wederhoor... Uh, we vinden het lastig om hier echt inhoudelijk op te reageren, omdat zijn communicatie zoveel onbegrip uitstraalt over hoe je een jaarrekening moet lezen. We gaan proberen toch een antwoord aan je te geven. Deze komt later vanmiddag. Nou, die kwam ook later. Econa, we zouden nog terugkomen op die 100 miljoen. De 30, wat dus eigenlijk 34 is, is een reeds betaalde belasting die teruggevraagd zou kunnen worden, wat het daarmee een bezitting maakt en dus geen schuld. 70 is een nog niet gebruikte kredietlijn. Indien een kredietlijn opgenomen wordt, dan zou dat tot een hogere schuld leiden. Maar daar staan ook liquide middelen tegenover aan de andere kant van de balans die je daarvoor tot je beschikking krijgt. De belegger leest de balans niet goed en kijkt alleen maar naar de schuldenkant, zoals hij ook met die 388 miljoen aan schulden doet uit de jaarrekening van 2021. Daar staan bezittingen tegenover van 422 miljoen. Het verschil is het groepsvermogen van 34 miljoen. Die 422 en die 34 zie je terug in hetzelfde plaatje. Er is dus in tegenstelling tot wat hij beweert sprake van een overschot en geen tekort. Interessante ontwikkeling, dat is dus gewoon simpel hoor en wederhoor doen. En dan weet je dus ook hoe het is opgebouwd en waar het vandaan komt. Dat dus over Bitfavo even in het kort. Goed, dan uh, kort nieuws en dit probeer ik altijd mee te geven. Bitcoin is currently more stable than gold, Nasdaq en S&P 500. Vol vol volatility could follow. Dus uh, ja, bitcoin is gewoon stabiel. Stabieler dan zelfs de traditionele markten, goud, et cetera. Uh, en daarmee dus een van de betere investeringen ook op dit moment. Kijk, je hoort natuurlijk altijd. Oeh, crypto zo volatiel? Crypto kan je niet ingaan. Dat is, dat is niet de, de manier om te investeren. De volatiliteit is veel te hoog. Maar nu blijkt dus zelfs dat bij goud, bij de aandelen, traditionele aandelenmarkten, dat het eigenlijk veel. Uh, volatiler is op dit moment in ieder geval dan Bitcoin. Ook als je naar de jaren terug gaat kijken... ...het rendement natuurlijk op Bitcoin is een stuk hoger geweest. Dus uh, dat is in ieder geval leuk om dat in het nieuws te zien. Verder hebben we Shiba Inu suggest... ...nieuw partnership met luxury brand Bugatti Group. Will soon be reviewed. En dit vond ik best wel apart. Uh, Shiba Inu, toch een meme coin. Bugatti Group, een van de meest... Uh, Exclusieve en dure automerken ter wereld. Die in samenwerking aangaat met Shiba Inu. Lijkt me vanuit de Bugatti Groep uh, iets mindere actie dan vanuit de Shiba Inu-token, uh, natuurlijk. Wat ze gaan doen is die. Shiboshis, die NFT-set uh, die ze hebben, integreren met een Bugatti-groep of iets dergelijks. Ze hebben zoals eerder gedaan bijvoorbeeld met die uh, Board Apes op bepaalde producten. En dat kan dus nu ook komen met Bugatti. Uh, zoals hier staat, de Montreal-based luxury brand partnered with Board Ape Yacht Club to print one-of-a-kind NFTs onto luggage and crossbody bags and soon on international retailers' websites by investing in building a new facility equipped with advanced technology and machinery. Nou, en deze uh, guy, de CEO van de Bugatti Groep, Andrew Hattem, stated that the company is always looking for new ways to push the envelope and believes that the Web3 is at the forefront of contemporary culture. Op zich een mooie ontwikkeling natuurlijk, maar ik zie niet echt in waarom dit voor uh, een Bugatti Groep voordelig zou kunnen zijn, tenzij ze vanuit gaan dat de groep die Shiba Inu bezit, of die geïnteresseerd is in Shiba Inu, uh, uh, in staat zijn om. Bugatti's te kopen. <laughs> Misschien weten zij iets wat wij nog niet weten. En gaan Shiba Inu holders straks uh, veel geld hebben. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Goed, laatste berichtgeving die ik je mee wil geven. Voordat ik uh, weg moet. Is uh, Ripple touts crypto utility as major drive for 2023. En dit is geen financieel advies. Uh, maar in, in mijn optiek. Denk ik dat XRP een van de betere investeringen ook gaat zijn in 2023? Uh, niet per se om dingen die ja, leuk zijn, uh, maar het gaat waarschijnlijk wel een van de beste investeringen zijn. Wat bedoel ik daarmee? Nou, from non-fungible tokens, dat is prima. To central bank digital currencies. Ben ik totaal geen fan van. To sustainability: most of the expectations for crypto this coming year involve its application for real-world utility. Een tweet van Ripple. Uh, the focus on real world applications will help propel the new era of CBDCs, said Sandy Young, Managing Director of Europe. Dus uh, XRP is gewoon heel close betrokken bij de CBDCs. Daarom maakt het waarschijnlijk een goede investering, omdat je gaat zien dat het veel gebruikt gaat worden. En de adoptie van XRP steeds groter gaat zijn. En daar krijg je als logisch gevolg uh, dit soort berichten van: Is XRP an investor favorite this financial quarter? These updates state that... Nou goed, gaan we even stuk door naar het interessante stukje. Coinshares, XRP en Active Address increase. According to a report by Coinbase on 9, the 9th of January, investors seemed optimistic about XRP's prospects. The study stated that in the first week of the year, investors deserted Bitcoin en Ethereum in favor of XRP. Interessante ontwikkeling. Mensen die, die verkopen dus hun Bitcoin en hun Ethereum en ze stappen in XRP. En gaat het ook vooral over grotere accounts. Dus bij dat soort stappen vragen we altijd af wat weten zij wat wij niet weten. Um, dat was het wel voor nu. Uh, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Als het zo is, like de video even, deel hem me even met vrienden en familie. En hopelijk zie ik je natuurlijk weer terug in de volgende video. Adios.